Welkom op Wandelen over Begraafplaatsen. In een reeks filmpjes wil ik je meenemen over een aantal dode akkers. Wandel je met me mee? We rijden door het hek van kasteel Roosendaal. Het ziet er erg privé uit, maar je kunt zelfs met de auto tot aan de begraafplaats rijden. Tot 1977 was die eigendom van de kasteelheren en het is dus logisch dat de geschiedenis van de dode akker verweven is met het kasteel. Ik ben van plan elk voorjaar een wandeling te maken over een begraafplaats waarbij ik de camera niet uitzet. U kunt dus zo met me meelopen. Vorig jaar liep ik een symbolenrondje over Moskowa-Arnhem, dit jaar dus over begraafplaats Roosendaal in Roosendaal. Omdat we langer dan 10 minuten onderweg zijn, heb ik de wandeling over 2 filmpjes verdeeld. Na verloop van tijd krijgen we na de bocht het hek om de begraafplaats in zicht. Weer iets verder is de parkeerplaats. Door het kleine hek stappen we de begraafplaats op en gaan meteen linksaf. We gaan terug naar de tijd rond 1800. Reinhard Tork had al jaren geleden het kasteel geërfd. Had rond Roosendaal 3000 hectare grond in eigendom, maar bezat in totaal meer dan 10.000 hectare. Daarmee behoorde hij tot de grootste grondeigenaren van het land. Hij bezat ook grond in Wageningen en in die plaats werden de Torken begraven. Hun hoofdverblijf was in Den Haag, in een huis aan de Kneuterdijk. En ze gebruikte Roosendaal alleen als zomerverblijf. Generaties lang. Reinhard Tork had 2 kinderen. Henriette erfde het huis in Den Haag en trouwde met een Van Pallant, heer van Keppel. Adolf erfde landgoed Roosendaal en hij was de eerste die permanent op dit kasteel ging wonen. In 1834 trouwde hij met Louise Husse van Kattendieke en ruim een jaar later werd Ada geboren. En daarna volgde een verdrietig verhaal dat zich in 8 jaar afspeelde. Er werden nog 4 kinderen geboren die allemaal overleden. De eerste kinderen werden begraven in de grafkelder in Wageningen, maar het echtpaar wilde niet dat hun kinderen ver weg in Wageningen lagen. In 1840 werd daarom deze grafkelder gemaakt. De kindjes in Wageningen werden hierbij gezet en de later overleden kindjes ook. Vader Adolf en moeder Louise overleden heel kort daarna en kwamen hier ook te liggen. In 1854 trouwde Ada met haar neef Rijn, baron van Pallant van Keppel, een zoon van haar tante Henriette. De gesplitste gebieden van opa werden dus weer samengevoegd en Keppel kwam er ook nog bij. De Van Pallants behoorden tot de meest vermogende Gelderse families van de 19e eeuw, en Rijn werd de eerste adellijke burgemeester van Roosendaal. Ook dit echtpaar is hierbij gezet. Baron Tork had een stukje grond laten omheinen, zodat er rondom zijn eigen grafkelder ook andere Roosendalers konden worden begraven. We gaan nu op zoek naar het graf van Peter de Genestet, een van de dominee-dichters. In 1859 stierven zijn vrouw en een kind, allebei aan TBC, en moest hij wegens zijn zwakke gezondheid ontslag nemen als predikant. Hij verhuisde naar Roosendaal in de hoop hier rust te vinden, maar al 2 jaar later, in 1861, overleed ook hij aan de gevolgen van dezelfde ziekte. De Genestet was populair door zijn humoristische en ontroerende gedichten. Hij werd maar 31 jaar. Het verticale monument heeft het profiel van een neogotische kapel en in een nis staat de naam van de schrijver. Achterop kun je lezen, den geliefde dichter, zijn het dankbare vrienden. En op de zerk staat, fiat voluntas, uw wil geschieden, een tekst uit het Onze Vader. Vroeger was de kindersterfte hoog. Je hoorde net al een verhaal. De eerste paar jaar waren het meest kritiek en pas als je eenmaal 3 was, had je een goede kans om in leven te blijven. Hier zijn graven van kinderen uit de betere milieus. Hun ouders hadden geld voor een monumentje. Er zijn zelfs stijlers met opliggende letters. Erg chic dus. Het volgende graf is weer van een literator. Willem Hofdijk was een veelschrijver.
Hij schreef vooral over historische onderwerpen. De middeleeuwen en 80-jarige oorlog waren favoriet en ook schreef hij toneelstukken. Vanwege zijn idealisering van het nationale verleden en om zijn emoties wordt Hofdijk in de literatuurgeschiedenis wel gezien als een van de weinige echte vertegenwoordigers van de Nederlandse romantiek. Onder de lage zerk ligt zijn vrouw. Onder het hogere monument is de schrijver begraven. Voorop staat een bijzondere tekst. Hij stierf, maar zijn verheven naam leeft in zijn arbeid voort. We gaan naar Zeeland rond 1800. De familie Hussen woonde in Kattendieke in Zeeland. Minister van Buitenlandse Zaken Johan Willem Hussen van Kattendieke plakte de twee namen aan elkaar en kreeg als eerste van de familie de titel van baron. Een van de kinderen kennen we al, Louise, die met Adolf trouwde, de moeder van de overleden kindjes. Twee zonen wil ik noemen, omdat ze hier een natuurstenen monument lieten bouwen. Dit is een enigszins neoclassicistisch grafhuis met zuilen en op een driehoekig fronton zie je het familiewapen. Hier ligt zoon Willem met drie generaties van zijn nageslacht. Ernaast is een neogotisch grafhuis. Je ziet de spitsboog en de pinakels, typisch voor een katholiek graf. Halverwege de deur zijn aan weerszijden kransen van steen aangebracht. Hier ligt zoon Johan met ook drie generaties van zijn nageslacht. Cornelis Brans was de buitenechtelijke zoon van Alida Brans, minnares van zijn vader Cornelis Buys. Toen vader Cornelis weduwnaar werd, trouwde hij met Alida en zoon Cornelis plakte de familienamen van ma en pa aan elkaar en werd de stamvader van een hele familie van dirigenten, componisten en organisten. Zoon Ludwig Felix is vernoemd naar de componisten Ludwig van Beethoven en Felix Mendelssohn, allebei idolen van zijn vader. Hij kreeg nationale bekendheid als dirigent van landelijk bekende zangkoren. Op het graf staat zijn portretbuste met erboven Zingend Nederland. Het monument werd opgericht door het Nederlands Zangersverbond. Brans Buys zorgde zelf voor het monument voor zijn vrouw Pauline, die al eerder overleden was. Je ziet een aandoenlijk beeld van een moeder met haar kinderen. Erboven zie je een pelikaan met jongen. Daniel Okker Heldewier was de jongste van 11 kinderen. Hij schopte het tot burgemeester, eerst van Wijk bij Duurstede en daarna van Harmelen en Veldhuizen. In Harmelen overleed zijn eerste vrouw. 2 jaar later trouwde hij met Caroline Suzette Hasselman. Nageslacht is er niet gekomen en Caroline overleefde hem 22 jaar. Beide echte lieden zijn begraven onder dit enorme, bijzondere hek. Henri Lude stierf in 1900. Hij was getrouwd met Jacoba Willet. Zij liggen hier begraven samen met hun dochter. Als je door een van de openingen naar binnen kijkt, dan zie je dat er inderdaad maar 3 kisten staan, terwijl er veel meer ruimte is. Henri groeide op in het schitterende huis De Sterrenberg aan de Amsterdamse Weg in Arnhem. Nu de Montessori kinderopvang aan de Toroplaan. We zijn nu op de helft van de wandeling. Volgende maand lopen we verder. Je kunt het filmpje vinden vanaf 1 april. Wil je meer weten? Klik dan op de links die je in de omschrijving hieronder vindt. Dat was het dan voor deze keer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Dan ben je weer van harte welkom op Wandelen over Begraafplaatsen.